Het is vandaag 30 mei 2019 en dit is de 38e editie alweer van Urpop in Urmond. Een gratis festival met bands als Born From Pain, Kato, Great Queen Rats en Son Mieux. En we gaan vandaag eens even kijken wat hier allemaal te beleven valt. De winnaars van onze Urpop Band Battle, helemaal uit Schiedam, een hele bus fans mee, Urban Distortion! We zijn hier op Urpop en we staan hier in de luxe kleedkamer van Urban Distortion. Deze band heeft zojuist het festival geopend. Jongens, hoe komen jullie hier eigenlijk terecht? We hebben meegedaan aan een band battle in Urmond. En de prijs was openen op Urpop. Was dit eigenlijk jullie eerste open-air optreden of niet? Nee, dat niet. Nee. We hebben er wel een aantal onder onze riem zitten. Maar het is altijd leuk als je zo'n festivaletje kan doen. Je wordt gewoon in de watten gelegd. Weet je, je hebt een mooi groot podium, je hebt een leuke backstage ruimte. Je wordt geïnterviewd door hele leuke vrouwen. Ik bedoel, wat, ja toch? Wat wil je nog meer? En dan, dat is rock'n'roll. En daar droom je van. De elektronische muziek gaat steeds groter aandeel innemen, ook in de popmuziek. Dus we gaan eens even kijken wat er in de tent zoal te beleven valt. Goed, we staan hier met Maurice Grancier, dat zeg ik dan goed, dat klopt. Zijn ze helemaal prima. Okay. Maurice, doe zij zich naar toe, best de programmeur van Urpop. Ja, klopt. En dit is de 38e editie, hè? Ja. Ben je dan nog al 38 keer de programmeur hier of ben je een andere hoedanigheid geweest? Nee, ik ben zelf nu, is dit mijn 23e jaar als bestuurslid. En daarvan doe ik nu 20 jaar het programma, zeg maar. Oké, want dit jaar is er een record aantal festivals in Nederland. Hè? Ik heb even niet het exacte cijfer, wie vult het er zijn, maar het zijn er een heleboel, ook gratis. Liekt me dat het best wel moeilijk wordt om dit toch nog te kunnen onderscheiden en om bezoekers te trekken, of klopt dat niet? Ja, dat is op zich ook wel zo. Het is ja, goed omdat we al 38 jaar dit doen. De lui kennen Urpop, de lui weten wat Urpop is, wat Urpop inhoudt. Ja, gelukkig hebben we nog maar een beetje onze harde kern, noem ik het maar een beetje van vaste bezoekers, wat toch ieder jaar weer hier naartoe komt. Ja, vroeger wordt het traditiegetrouw voor jou, voor lui, de opening van het festivalseizoen. Heb je ze al vaker gezien? Ja, toch wel, ja. En hoeveel verheugt ze dichter op? Hoeveel komt ze precies? Wat kunnen we verwachten van die band? Nou, je snoeiharde metalcore, dus en een van Limburgse grond. Dus ja. Twee dingen die me wel aardig aanspreken. Come on, man, come on! Let me try to see this day. When the streets are gone alone,
Er bestaat dus ook al sinds 1997. En nou ja, dat vond ik het bijzondere eraan. En dat kenmerkt volgens mij je band nog wel een beetje. Dat je staat dit jaar op Graspop Metal Meeting. Voor de kijker. Supergroot metal festival op het Belg. En volgens mij in China, Japan, je zit overal geweest, ook in de jaren 90. En toch staat je dan op zo'n Urpop, dat liek een peulenschilletje. Waarom doet je dat? Ja, gebeurt. Hè. Ik bedoel, het is jammer. Kijk, voor zijn band en we weten waar we vandaan komen. Hè. Ik bedoel, voor zijn klein begonnen. En ik bedoel, ik wil ook maar niet zeggen. Ik bedoel, wie gezegd, we spelen ook maar geen headline shows van duizend maanden over. Hè. Dus ik bedoel, wat ik gebeurt, is dat voor. sorry. Als iemand zo'n scherm wilt hebben en voor kinderen gewoon tot elkaar komen, dan zeg ik, kom voor goed spelen. Ik bedoel, dat voor Dunford of Dunford zich. We staan hier backstage met, ik ben heel blij met de spil, hè, zou ik mogen zeggen, van Sonnieu. Met Camille, hallo. Goedemiddag. Goedemiddag, we hebben de eer om jullie even kort te spreken, want begrijp ik nou dat jullie nog door moeten naar een andere show? Wij moeten snel door, ja, dat klopt. Naar Ermelo. Naar Ermelo. Ja. Is dit de eerste keer dat jullie in Limburg spelen? Nee, we hebben... Het is wel lang geleden. We hebben hier sowieso een keer in Heerlen gespeeld. Met deze band of met een andere nog? Nee, met deze band. Dat was denk ik was het eerste jaar dat we speelden. Toen waren we hier samen met Heven en de Braams. En 20 december doen we daar weer een eigen show. Dus dat is wel leuk. Dus het is leuk om weer terug te zijn. De zon schijnt, dus dat is fijn. Jullie hadden ook best wel een dankbaar publiek ondanks de regen, zag ik. Hè? Het was vrij druk. Het was gezellig, zeker. Ja. Ja. En jullie zijn geen onbekenden in de muziek. Ik zag dat jullie al eerder ook 3FM Serious Talent met de andere band zijn geweest. En bij de Wereld Draait Door, dat klopt toch of niet? Dat was allemaal met deze band. Dat was meteen, ik dacht All Missing Pieces. Was dat is heel lang geleden, ja. Toen was ik zo groot, denk ik. Oké. Dat was wel met mijn broertje, die daar staat. Ja. Jullie zijn toch broers? Ik dacht al, komt dat nou door het kapsel? Of? Nee, we zijn gewoon broers. Ja. Okay, ja. Ondanks het kapsel. En het ontwerp van de posters, dat is... jullie hebben iets nieuws gedaan dit jaar, hè? Want achter ons, misschien kan de kijker het zien, achter ons hangen er een heleboel posters. Ik dacht eerder dat het van verschillende jaren was, maar dit zijn allemaal posters van het jaar 2019. Hoe kan dat? We hebben dit jaar de school aan het Arkenscollege weer gevraagd om een ontwerp te maken en die wil graag meewerken. En het was een wedstrijd, begrijp ik. Klopt dat? Het is een soort wedstrijd. We vragen de leerlingen, die krijgen een studieopdracht. Daar krijgen ze ook studiepunten voor. En dan mogen ze dus ontwerpen maken. En degene wat dan het beste ontwerp pakt, wat wij uitkiezen met de eigen criteria, die gaan we dan uitwerken in een echte poster. En die wordt dan gebruikt als de poster van dit jaar. En van wie is de winnende poster dit jaar? Mark Singer, geloof ik. Great singer of the Great Queen of Rats. Yeah, Great Queen of Rats, the band from Italy. Yes, we are from Italy. Is this your first time in Holland? Not really. We came like 10 or 12 times all around here. We came here two or three years ago, I don't remember. But anyway, we are really, really happy when we come back here because of this wonderful audience and these beautiful stages and great shows. How did you get in touch with this festival? Because this is a particular festival, free festival. Did you been asked or? Yeah, we've been asked through our agency here in Holland, and how could we not come here? It's so beautiful, beautiful audience and a business must be very good for you after the movie about Queen. Do you notice that in booking? Absolutely, yes. I play also alone in little clubs, so in Italy, in my country, they seem that everybody is fan for Queen now. So everyone asks me and I have like
12,000 and a lot of gigs and concerts, and that's great for working and booking. And your career did get a boost. You're a celebrity now. Absolutely, absolutely. Not like Freddie, never. Nou, lieve mensen, dit was Urpop 2019. Een super vette afsluiter. Een druk bezocht festival, heel veel bierbekers en kinderen. En we hopen dat we jullie het volgend jaar weer zien. Urpop 2019! Hey!